Hey, hallo en welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag is het een snelle. Ik ga heel snel deze update video proberen filmen, proberen klaarkrijgen om gelijk op YouTube te zetten. Want ja, waarschijnlijk zegt de titel al genoeg. Ik krijg de laatste tijd, als ik gecontacteerd word door iemand van jullie, ofwel via de comments op YouTube, ofwel via de Insta DM, krijg ik eigenlijk maar één vraag. En dat is of dat ik nu ondertussen al duidelijkheid heb over het hele vlogmas gebeuren. Als je het niet hebt gevolgd, ik heb een heel aantal video's geleden eigenlijk een beetje mijn, hoe moet ik het noemen, mijn zorgen uitgesproken, mijn twijfels uitgesproken of dat ik dit jaar wel vlogmas zou gaan doen. Als ik terugkijk op vlogmas vorig jaar, ik was toen ook een nieuwe mama. Ons zoontje was toen 9 maanden oud of zo. En ik had vlogmas vorig jaar totaal niet voorbereid. Ik ben er eigenlijk gewoon ingegaan zonder, ja, zonder veel voorbereiding. Zonder dat ik echt wist wat ik ging doen. En dat heeft voor mij vorig jaar er wel voor gezorgd dat december maand, of toch de vlogmasperiode, dat dat redelijk stressy was. Ik heb dat op camera niet echt proberen tonen. Maar het leven achter de camera was toch wel iets of wat stressy voor mij op dat moment. Dus vandaar dat ik een aantal video's geleden had gezegd dat ik er nog niet zo goed uit was. Of dat ik vlogmas dit jaar zou gaan doen. Of dat ik het misschien onder een andere vorm ging doen. Of dat ik het ook gewoon helemaal niet zou gaan doen. Dus ik heb er echt heel lang over nagedacht. Ik heb pro's, cons, van alles tegen elkaar opgelijst. Er heel lang over nagedacht. Ook vorige vlogmas edities gaan terugbekijken. En ik kwam eigenlijk maar tot één conclusie. Heel spannend waarschijnlijk als je deze video aan het bekijken bent. Maar de conclusie was echt wel dat ik vlogmas zo'n leuke periode vind in het jaar. Maar vooral ook, en dat is wel echt de doorslaggevende factor geweest voor mij, ik vind dat zo fijn om op terug te kijken. Als ik, een mensengeheugen vergeet snel. En we hebben allemaal wel foto's op onze gsm, maar ja, wanneer ga je daardoor? En het feit dat ik beeldmateriaal heb van ons als koppel, maar ook vorig jaar van onze eerste echte kerstperiode met ons zoontje. Die bewegende beelden hebben, dat vind ik zo leuk. Ik kijk daar zo graag op terug. Ik vind het zo'n leuke herinnering om bij te houden, om te hebben dat ik zoiets heb van, ik wil het dit jaar ook wel doen. Maar daarbij ga ik al gelijk zeggen, ik heb tijdens vorige vlogmasperiodes zo goed als nooit een uploaddag gemist. Of het uur was zelfs zo goed als elke keer, laten we zeggen in 90% van alle vlogmasjaren, dit jaar zal het 6e jaar zijn, heb ik eigenlijk echt zo altijd heel stipt gewerkt op. En dat is echt, dat is mijn hoofd ook gewoon. Hè. Dat is een redelijk perfectionistisch kantje van mij, dat ik dat gewoon in orde wil hebben en elke dag op hetzelfde uur en 's avonds blijven editen tot als het klaar is. Ik ga daar wel echt van afstappen dit jaar. Het is nog steeds de bedoeling, want ik had ook een beetje suggesties van jullie gekregen. Hele goede tips trouwens, om bijvoorbeeld een weekvlog te maken en dat dan als vlogmas te gaan doen. Ik wil het nog steeds wel als dagen doen, dus elke dag apart. Maar het zou soms wel eens kunnen, en dat is ook een switch dat ik voor mezelf moet gaan maken, dat er een dag misschien niks online komt. Of dat er een dag 's morgens iets online komt en een andere dag iets later, 's avonds bijvoorbeeld, omdat het mij op dat moment gewoon beter uitkomt qua time management. Dus ik ga echt van het perfectionistische een beetje afstappen. Ik ga mijn best keihard doen. Maar ik ga gewoon zien dat het voor mezelf geen stressvolle periode wordt. Dat het leuk blijft, dat ik er plezier in blijf hebben. En dat ik ja, een beetje kan spelen met mijn eigen time management. Dus dat is een hele grote maar erbij. Langs de andere kant heb ik vlogmas ook wel een beetje meer voorbereid. Het zou ook wel kunnen dat de ene dag kan een shoplog bevatten, dat dat eigenlijk het grootste deel van de video is, of een boekenreview of iets anders dat niet echt kerstmis gerelateerd is, maar ik wil er wel echt mijn best voor doen om gedurende 24 dagen lang elke dag een vlog te gaan uploaden. Mijn grootste hoop, dat is kei random, is eigenlijk dat ik vlogmas gezond kan doormaken, nu dat ik hier toch aan het updaten ben. Ik ben sinds een paar dagen geleden, dat is beter gezegd, hersteld van een dubbele
oogontsteking. Het is de eerste keer dat ik ooit een oogontsteking meemaakte, maar oh boy, die was direct gelijk pittig. Dus dat heb ik nog voor gehad. Sinds mijn operatie heb ik zo meer ongezonde dagen dan gezonde dagen gehad, heb ik het vermoeden. Maar ik hoop echt dat ik alles nu wel gewoon gehad heb, dat alles achter de rug is, dat ik Vlogmas gewoon gezond en chill kan doormaken. En dat ik mezelf echt wel bewaak en dat ik ervoor zorg dat er hier thuis ook gewoon op mij gelet wordt van zodra dat het mij te stressy wordt of dat ik iets niet rondkrijg, dat ik het loslaat. Zo de let it go attitude, dat is iets dat ik deze vlogmas wel echt ga moeten aanhouden. Ik heb me hier al, ik ben beter voorbereid dit jaar. Ik heb dus gewoon al een kalender, een december kalender in de Christmas spirit afgedrukt en ik ga gewoon voor mezelf zo dadelijk is wat filmideetjes gaan oplijsten en zo. En zo vlogmas meer gaan voorbereiden dan wat ik vorig jaar had gedaan. En met die planning hier bij mij te hebben, heb ik gelijk het vraagje naar jullie toe of dat jullie bijvoorbeeld dingen graag willen zien. Ik kreeg onlangs via Instagram, ik heb daar nog steeds niet op geantwoord. Sorry, als je nu kijkt. De tijd ontbreekt mij om alles op te lijsten. Ik kreeg onlangs de vraag via Instagram of dat ik mijn dagelijkse make-up routine wilde delen. Maar dan of dat ik alle productjes gewoon wou doorsturen. Ja, tuurlijk, ik wil dat doen, maar ik ben er nog steeds niet toegekomen. Maar langs de andere kant denk ik, ik kan dat eigenlijk ook gewoon filmen en daar een vlogmasdag van maken. Gewoon my daily make-up routine en dan heb ik ook gewoon een vlogmasdag gevuld. Dus als jullie nog zo andere ideetjes hebben, laat me dat gerust hieronder in de comments achter. En dan kan ik misschien kijken of dat het in de vlogmaspuzzel past. En dan werken we zo een beetje samen aan vlogmas dit jaar. Hoe plezant is dat? Goed, ik hou het voor de update hierbij. We weten allemaal dat ik nog uren en uren met jullie zou kunnen babbelen. Maar het was een korte update. Het was de bedoeling om hier een korte update van te maken. Dus ik ben kei benieuwd of je erbij zal zijn tijdens vlogmas dit jaar. Binnen enkele dagen is het gewoon zover. En ik ga er hopelijk een hele plezante YouTube-tijd van maken. Dus, met dat gezegd zijnde, is de volgende video waarschijnlijk de vlogmas video. En tot dan. Bye!